Maar wij zijn natuurlijk gewoon keihard op weg naar het stadion, want we gaan Pokémon kampioen worden. Yo Nintendo fans en yo Rickachu Army. Kom ook in de Rickachu Army, druk op die abonneerknop hieronder, want het is gewoon gratis, dus gewoon doen. En dan ga ik snel verder met Pokémon Sword voor de Nintendo Switch. Want in de vorige aflevering hebben wij alle gym badges gehaald. Tenminste, we hebben de laatste gym badges gehaald, waardoor we alle gym badges hebben. En nu mogen we richting de Pokémon kampioen, de Champion Leon. We moeten naar Winden toe, daarvoor moeten we naar dit treinstation. En dan moeten we even op de trein stappen en hop, die komt ook gezellig mee. Die zei, ik had Ryan zo verslagen. Geen probleem. Ik was veel beter dan Ryan. Ryan maakt het mij wel moeilijk. Hij had 3 van mijn Pokémon down. Maar we hebben uiteindelijk die battle gewoon gewonnen. Ryan komt ook even gezellig langs om ons uit te zwaaien. Oftewel, ik noem hem voortaan gewoon Zwaaihan. Yo, Zwaaihan. Zwaaihan was helemaal weggeblaasd door de kracht van Hop. Blijkbaar is Hop ook best wel goed geworden. Hop zegt, ik ben waarschijnlijk de favoriet om te winnen. Maar ik moet het opnemen tegen mijn rivaal Rickachu. Zo, ik ga alles inzetten wat ik van mijn battle met jou heb geleerd, Zwaaihan, om hem te verslaan. Laten we gaan, de trein wacht. Yo, oké, we zitten weer in de trein. Daar waar het allemaal ook begon. Helemaal aan het begin van ons avontuur. Toen zaten we ook gezellig samen in de trein op onze Rotomphone. En gelukkig zie ik er nu wel wat beter uit. Ik heb nu wel een leukere outfit dan toen. En we gaan nu eindelijk naar Winden. We kunnen heel veel daar checken. Een grote toren, een monorail, de Winden Stadion. De hele Galar-regio zal ons daar wel gaan bekijken als we daar een battle gaan doen. We moeten dit een beste wedstrijd ooit maken. En dan komen we op tv. Lekker bezig, Hoppie. Volgens mij is het hier een beetje koud. Kijk, zie je het sneeuwt? Je ziet het al, daar buiten allemaal sneeuwvlokjes. Is dit de Pokécenter? Dit is de Pokécenter. Ik ga even weer wat dingetjes kopen. Wat Hyper Potions nog inslaan. Hoppakee. Ice Heal heb ik misschien hier ook wel nodig. Aangezien het hier knijpt dat je koud is. Oké, dat was genoeg. Let's go! Ja, dus inderdaad, het sneeuwt hier. Ja, we zijn op een sneeuwroute. Bob zegt ook, dit lijkt een muur die gewoon gemaakt is van sneeuw. Hier kunnen we misschien wel heel veel ijstype Pokémon vangen. Kom op, Rickachu. Oh, we gaan hier weer battelen? Oh, nee, we gaan niet battelen. Hij gaat er vandoor naar Windun. Windun! Oké, we moeten wel even Colossal op de eerste plek zetten. Je kan natuurlijk vuur-type moves, dus ja, dat is wel handig hier op de ijsroute. En dan gaan we eens kijken wat voor Pokémon die allemaal zijn. Wat is dit? Is dit een Galarian Mr. Mime? Ja! Ik ga helemaal stuk om deze Pokémon. Wat is dit nou weer, joh? Oh, snap. Ik vind Mr. Mime al best wel een droge Pokémon. Maar deze Galarian Form Mr. Mime is helemaal droog. Wat is dit nou weer, joh? Kijk hem nou een beetje huppelen daar. Nou, ik hoef die niet in mijn team te hebben, hoor, jongens. Hoppa. Surface en Colossal. Allebei een leveltje omhoog. En de vraag van vandaag is... Wat is jouw favoriete Pokémon-spel? Eventjes kijken wat hier bij het uitroeptekentje tevoorschijn komt. Een Rhydon. Nee, daar zit ik niet op te wachten. Maar welk spel is jouw favoriete Pokémon spel? Is dat Pokémon Sword en Shield? Of is het misschien wel Pokken Tournament? Misschien Pokémon Go? Of de meer oude Pokémon games zoals Pokémon Red, Blue, Silver en Gold? Ik ben super benieuwd. Ik kan zelf niet echt kiezen. Ik denk dat Pokémon Silver of Soul Silver dan de misschien nog steeds wel de beste Pokémon game is. Maar ik vind dit ook een hele goeie. Ik vind deze eigenlijk ook leuker weer dan bijvoorbeeld Sun and Moon. Al vond ik Sun and Moon ook wel tof. Ik vond bij Sun and Moon wel een keer leuk dat er geen gyms in zaten. Dus dat er gewoon challenges waren en zo. Dat vond ik wel tof. Black and White heb ik zelf heel veel gespeeld. Maar dat vinden heel veel mensen niet de beste games. Terwijl ik die wel heel erg leuk vond. Wat hadden we nog meer allemaal? Ruby en Sapphire heb ik zelf weinig gespeeld. Dus daar heb ik niet echt een mening over. Ik vond destijds, ja, speelde ik andere spelletjes. En Pokémon Diamond heb ik natuurlijk ook uitgespeeld op dit kanaal. Dat was ook wel een tof deel. Maar ik denk mijn favorieten zijn dan toch Soul Silver en Heart Gold. En deze. En misschien toch Pokémon Sun and Moon ook wel hoor. Vond ik ook toch wel leuk. Heeft ook best wel veel gebracht van mijn kanaal, dat spel. Ik bedoel, heel veel mensen zijn me begonnen te volgen toen ik Pokémon Sun and Moon ging spelen. Dus ja, ik heb wel liefde voor die game. En ook wel voor Pokémon Diamond en ook voor Sword and Shield. Maar zeker ook voor Heart Gold en Soul Silver. Ondertussen moeten we het opnemen tegen Hiker. Hiker Douglas. En die gooit een Steelix. Nou, dat is mooi. Als het goed is, kan ik die wel hebben. Incinerate! Pak hem! Bam! Baba Steelix. Later! Oh, hij heeft wel nog een Pokémon. Een Mudsdale. Ja, daar zit ik niet echt op te wachten. Laat ik dat maar even met Rillaboom gaan fixen dan. Mudsdale! Mudsdale vond ik best wel een goede Pokémon, man. In Pokémon Sun and Moon. Volgens mij heb ik Mudsdale ook wel gebruikt in mijn team. Was best wel sterk. Met die horsepower move en zo. Dat is nice. Maar ja, tegen een grastype maakt hij toch weinig kans, hè. En zo hebben we Hiker Douglas verslagen. Kijk die Mr. Mime daar. Oh, zo random. Check die op Bombersnow trouwens.
super nice. Ik vind Obama Snow vet. Oh, we hebben hier ook weer het ijsje hoor. Nee joh. Dit ijsje vind ik wel een van de stomste Pokémon die er bestaat. Vanillite, Vanillish en Vanilluxe. Nee, is echt niet mijn ding. Oh, ga je me nou vergiftigen, joh? Ga je me nou gewoon vergiftigen? Nee, gelukkig niet. Nice. Hoppakee, Toxtricity is inmiddels ook level 50 geworden. Nou, dan gaan we maar gewoon even verder richting de trainers op deze sneeuwroute. Hallo meneer, wat ben je aan het doen? Wat loop je hier met je telefoon en je ultrabal? Goeie haarlijn trouwens. Ronald! Ronald! Goeie haarlijn, jongen. Ik zou zeggen, tag Ronald even in deze video. Sorry man, love you. Ronald gooit even een metal claw via Weavile. En dan doen wij even Heat Crashy. Hoppakeetje. En dat was alweer het einde van Weavile. Dit is lekker goed voor de XP. Rillaboom gaat de level omhoog naar 51. En dan moeten we nu tegen Claydol. Ik heb eigenlijk geen idee welk type dit deze Pokémon is. Oké, Ground dus toch. Shit. Ik dacht het al. Ik dacht al dat jij een Ground-type Pokémon was. Jij eikel. Smack hem. Pap, 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 palap, pap, palap, pap. Doei, Claydol. Ja, dat had ik eerder moeten doen. Ik had gewoon moeten wisselen van Pokémon. Oké, Ronald. Later. Neem nog even een selfie. Oké, even Colossal weer oplappen. En gaan. Kijk, die Mr. Mime, jongen. Ziet er toch niet uit. Hier hebben we weer een taxichauffeur. En die heeft natuurlijk een Corviknight. Want Corviknight is de taxi-Pokémon in de Galar-regio. Waarom zijn ze allemaal zoveel sneller dan ik? Corviknight heeft mij ook weer eerder geraakt. En hij gaat net niet down. Dat is jammer. Als hij me nu nog een keer klapt, dan gaat hij wel down. Ah, oh, nee. Niet Swagger. Nee. Swagger is zo irritant, want je raakt confused. En als ik nu mezelf raak, dan doe ik mezelf best wel veel pijn. Maar oké, gelukkig. We raken onszelf niet. We doen gewoon Incinerate. En Corviknight is down. Later, vogeltje. Wel een heel tof vogeltje trouwens. Colossal gaat naar level 51. We moeten nu tegen Flygon. En dat is een prooi voor Grimmsnarl. Flygon doet Earthquake. Altijd een hele sterke move. Wij doen Draining Kiss, zodat we weer wat HP jatten van Flygon. We hebben hem niet in één keer down. Dat is wel jammer, maar we hebben wel gelijk weer onze HP helemaal vol. Die Draining Kiss is zo'n fijne aanval. Hij doet weer Earthquake. En wij doen ook gewoon weer lekker hetzelfde Draining Kissie. Bye bye Flygon. Orbido inmiddels ook level 46. En dan gaan we weer door. Oké, let's gizzo. Ik zie alleen die Mr. Mime. Ik ben wel benieuwd wat er bij die vraagtekentjes zit. Of hier ook nog bijzondere Pokémon verstopt zitten. Of dat het echt alleen maar Vanillishes zijn. Ik bedoel, er zullen toch vast ook wel zeldzame Pokémon op deze route zitten. Dat moet toch haast wel. Het kan toch niet zo zijn dat hier alleen maar Vanillishes verstopt zitten. Dat kan niet. Surfest is ondertussen ook naar level 50. Iedereen is in de level 50 nu, behalve Orbido. Want ja, die is natuurlijk een tijdje weg geweest. Surfetch leert Slam. Oké, go, 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 go. Die Capture en die Beware's, die hoef ik niet. Maar ik zag nog een andere route, een ander stukje. Waar is dat? Oh, kijk, moeten we hier naar beneden? Ja, nice. Hier lag als goed is nog een item. Kijk hoor. Ja, zie je? Een Power Herb. Nou, we hebben veel moeite voor een Power Herbje gedaan. Even kijken wat voor Pokémon hier nog verstopt zit in het gras. Ja, het zijn wel elke keer die stomme ijsjes, jongen. Dit is toch geen zeldzame Pokémon, joh. Doe maar even een Ancient Power op zijn bakkes. Oh, oké, daarmee winnen we het niet. Potverdorie, ik dacht dat we daarmee wel zouden winnen, maar nee hoor. Deze nog even meepakken dan. Ah, dit is een Abomasnow. Die mag ik niet vangen, want ik doe alleen een Galarian-only Pokémon. Nou had ik Mr. Mime natuurlijk wel kunnen vangen. Maar ja, willen we die in ons team? Nee ja, die willen we niet in ons team. Ofwel, willen jullie Mr. Mime wel in mijn team? Ja, ik denk het niet. Ik vind het een beetje een weird-ass Pokémon. Ah, zie je, nu sla ik mezelf. Oké, Abomasnow. Daag, doei. Daag, doei. Ja, en zo zijn we onderweg naar Winden, de stad waar we dus Pokémon kampioen hopen te worden. Maar eerst moeten we nog even een paar battletjes doen. En Ronald hebben we net verslagen. En dit is zijn broertje, namelijk Donald. Die heeft opeens een Gigalith. Nou, laten we dat maar even met Ancient Power gaan proberen dan. Dat is natuurlijk niet super effectief. Kijk hoeveel pijn dit doet. Ja, zie je, dit doet niet zo heel veel pijn. Rock Slide doet mij natuurlijk wel veel pijn. Oftewel, dit schiet niet op. Het is tijd voor Rillaboom. Oeh, maar die Rock Slide doet wel pijn hoor, hé. Dat is een critical hit. Wil je daar alsjeblieft eventjes mee ophouden, Gigalith? Wil je alsjeblieft gewoon eventjes normaal gaan doen tegen mij? En wil jij gewoon even nu feinten door deze move? Dank u wel, Gigalith. Heel erg bedankt. Dan moeten we ook nog even tegen Rhydon. Rhydon, jongens, is de allereerste Pokémon die is ontworpen ooit. Rhydon was gewoon de allereerste, jongens. Niet Pikachu, niet Bulbasaur, niet Mewtwo. Het was Rhydon. Dit was de eerste Pokémon die ooit ontworpen is door de makers van Pokémon. Maar ja, boeien. We verslaan hem gewoon. Heb ik nu weer even wat hyper potionsjes nodig? Zo, dan kunnen we weer verder.
De verschrikkelijke sneeuwman. Ah, oh, die is zo lachen. Darmanitan. De evolutie van Darumaka. Ja, ik ben fan. Ik vind Darmanitan sowieso wel tof. Het is al een beetje een gekke derpy Pokémon geworden zo. Maar hij is wel echt lachen hoor. Geinig dit. Colossal gaat ondertussen naar 52. En nu moet dat tegen Phalanx. En die is voor Orbeedle. Ah, nee. We krijgen gelijk een critical hit op onze bakkers. Come on, Orbeedle. Psychic. Klap hem. In één keer. Ja! Lekker, Orbeedle. Ja, de defense van Orbeedle is niet super goed. Krijgen we nu een Graplocked. Ja, dat durf ik dan toch niet meer met Orbeedle. Die is dan toch wel hard geraakt net. En dan gaan we dit even doen met Grimmsnarl. Wat een naam ook, hè? Grimmsnarl. Nu we het over stomme namen hebben. Ik ben benieuwd of we Bidee nog een keertje terug gaan zien, jongens. Bidee lijkt alsof zijn storyline klaar is. Hij zou ongetwijfeld nog gymleader gaan worden. Maar ik ben benieuwd of we die guy nog terug gaan zien. Ondertussen maken we even korte metten met die Graplocked. Hey, later Octopussy. Mazzel. Hoeveel battles moeten we nog doen, jongens? Is dit een duo battle? Ik denk het wel. Ik denk dat dit een duo battle gaat worden. Inderdaad, met die verslaggevers die we al eerder hebben gezien in deze game. Gillian en Cam gooien Heliolisk en Klinklang. En dan gooi ik Surfetched en Colossal. Oeh, Heliolisk doet Thunder. Oh, dit is altijd een sterke aanval op Surfetched ook weer. Waarom moeten jullie nou altijd freaking Surfetched hebben? En Zapcannon, ja hoor. Ook op Surfetched? Oké, dat is dan maar beter. Ah nee, ik ben paralyzed. Waarom moeten jullie Surfetched zo erg hebben met z'n tweeën, jongens? Oh, Klinklang is al bijna down. Maar ik kan Brick Break gebruiken. Daarmee sloop ik Klinklang sowieso. Lekker. Lekker je revenge genomen. Heel goed gedaan, Surfetched. Krijgen we allemaal nog even last van de hagelslag. Ja, ik moet Surfetched nu wel wisselen. Surfetched mag er even uit voor Rillaboom. Want anders gaat het echt niet meer werken. Heliolis gaat weer voor Thunder. Hou eens even op, joh. Gelukkig is het not very effective op Rillaboom. En Zingzap, ja, die zal ook not very effective zijn. Dus dit is wel nice. We hebben nu een goede setup. Doen we even Ancient Power op Helioliski. En dan doe ik even knock-off op Togedemaru. Die gaat hem waarschijnlijk niet slopen. Oh, Togedemaru kent Iron Barbs. Dat is naar. Heliolis doet Mud Slap. Die is wel super effective. En als het goed is gaat Colossal nu Heliolisk slopen. Oh, Togedemaru gaat eerst nog even nusselen. Die gaat mijn Rillaboom ook paralyzen. Potverdikkie, man. Irritante battle dit, zeg. Oppa, Incinerate. En we hebben ze allebei. Lekker gedaan, Colossal. Ben even klaar met deze mannetjes. Heel nice. Goed gedaan. Dan hebben we hier alleen nog even Noivern. En die mist een Hurricane Attack. Dus dat is lekker. Ik doe Knock-Off met Rillaboom en Ancient Power met Colossal. Super effective. Lekker. Kijk, Colossal die heeft dit wel even gefixt hoor, hé. Hey. Wat een basie is dat, joh. Oké, zijn we er dan met deze duo battle? Zijn we dan nu aangekomen in Winden? Ja, zo te zien wel. De sneeuw houdt op. En dan mogen we hier Winden inrijden. De stad waar we Pokémon kampioen gaan proberen te worden. Daar zijn ze hoor. Hoppie en ik in Winden. Met de grote Battle Tower erachter. Het stadion aan de rechterkant. Hé, hey, dit lijkt wel Times Square, man. Holy crap. Met al die mooie elektronische billboards. Dit zal wel een hotelletje zijn met een reuzenrad. Ja. Heel vet. En dit is het stadion. Oké, nice. Hier gaan we keihard battelen. Mooie statue van Corviknight. Hadden ze Hop niet gewoon beter hype kunnen noemen of zo? Kijk hoe die staat. Die gozer is echt altijd gehyped, jongen. Alright, Winden City. Dit is de plaats waar ik naartoe moest en legend gaan worden. Ik wist niet dat dit legend gezocht was, jongens. Maar oké. Hop, zeg, je snapt het wel toch, maat. Na dit alles word ik nieuw kampioen in de Galar-regio. Ik ga gelijk door naar Winden City. Verspil niet te veel tijd, Rick. Daar, je zou daar ook gelijk naartoe moeten rennen. Wat geinig, die telefooncelletjes. Die zie je natuurlijk ook heel veel in de UK. Die rode telefooncellen. Hey, item P. Max Revive. Nice. Laat ik eerst even mijn Pokémon gaan healen. Ik denk namelijk dat dat wel aardig nodig is. Wat is dit voor gebouwtje? Kunnen we hierin? Wat is hier gaande? Oh, dit is de monorail. Wat kan ik hier doen dan? Oh, dit is de Pokémart. Heb jij bijzondere dingen? Nee, je hebt alleen standaard dingen. Hallo, Ricky D. Heb jij bijzondere dingen te koop? Even kijken hoor. Wat kunnen we bij jou doen? Hallo, Zigzagoon. Daar lijkt hier niet echt heel veel te beleven eigenlijk. Misschien hier. Kunnen we hier iets kopen? Nee, ook niet. We kunnen niet eens wat eten in het restaurant. Oké, laten we dan maar gelijk lekker doorgaan naar het stadion, jongens. Oh, wacht even. Ik zie daar een Pokéball. Ik ga eerst even die Pokéball pakken. Kan ik hier door? Kan ik hier afstappen? Ja, oké. Pokéball. Grassy Seed. Hier lag volgens mij ook nog wat. Ja hoor. Een Rare Candy. Die gaan we straks even aan Orbeedle geven. Eerste level mag hij zelf nog even levelen. En dan geven we hem keihard een Rare Candy. Hier is een Battle
gaande, zo te zien. Het is best wel een aardig stadje, hoor. Maar wij zijn natuurlijk gewoon keihard op weg naar het stadion, want we gaan Pokémon kampioen worden. Ja! Zou Hop hier al op ons staan te wachten? Daar zijn we. En de Ballguy is er natuurlijk ook weer. Hij heeft weer een Pokéball voor ons, hoor. Een Dream Ball. Die zorgt ervoor dat de Pokémon in je bal blijven die aan het slapen zijn. Hey, Marnie is er ook. Marnie zegt, dit is het. Ik heb de Gym Challenge gehaald. En nu ben ik in de halve finale. En ik ga kampioen worden. Hey, deze gasten. Ik heb het gevoel dat Rickachu een heel gebalanceerd team heeft. Maar hij heeft niet echt een middel om echt overtuigend te winnen. Wat zou die andere gast erop te zeggen hebben? Ik denk dat de champion kampioen blijft. Oké, ze hebben niet heel veel vertrouwen in me. Hop zegt, ik was de eerste die geregistreerd is bij de desk. Ziet het daarboven trouwens allemaal mensen die volgens mij bezig zijn met de gym challenge. Ik zie iemand met een Rillaboom en een Persicur. Hop zegt, nou ja, ik ben al nummer 1, want ik ben de eerste die zich ingeschreven heeft. Het is al bijna in de bag dat ik dit ding ga winnen. Hey vriend, doe eens even niet zo stoer, jongen. Alright, hij gaat even mijn gym badges checken. En dan gaan we dit doen. Hey, Hop heeft het over BD. Die zegt, ja, BD heeft het niet gehaald. Ah, jammer voor hem. Hop denkt dat BD zich erbij neer heeft gelegd dat hij gedisqualificeerd is. Oh snap. We zijn in de kleedkamer. De halve finales gaan beginnen. Als we er klaar voor zijn, moeten we naar de pitch. What? Oké, hoor die muziek, jongen. Echt alsof je in de kleedkamer zit en het stadion al kan horen. I'm sorry, but only authorized people are allowed to enter here. Wat? Waarom ben ik niet geautoriseerd? Ik ben potverdorie hier bezig met dit toernooi, man. Ik ben een van de laatste die over is. Alright, jongens. Dit was het dan voor vandaag. In de volgende aflevering gaan we kijken of we zo ver kunnen komen dat we Pokémon kampioen worden. We hebben het gehaald. We zijn in het stadion. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Druk even op die abonneerknop en op dat duimpje omhoog. En wil je me ook live zien gamen, volg me dan op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!